Nieuwkoop B2 is genomineerd als jeugdsportploeg van het jaar 2010. Tot vele verrassing misschien wel. En de voordracht van het bestuur van SV Nieuwkoop heeft daar misschien nog wel een aanleiding voor gezien. De B2 van SV Nieuwkoop transformeerde binnen een seizoen van een onsamenhangende groep nonchalante voetbalpubers in een gemotiveerde en resultaatgerichte titelkandidaat. Plezier in het spel staat ook nog in de voordracht. Kameraadschap en de individuele wil om het maximale uit zichzelf te halen bleken de juiste ingrediënten om serieus te strijden voor het kampioenschap en in de bekerfinale terecht te komen. Het bewijs dat spirit, sluit ik maar even af, doorzettingsvermogen en teamgeest kunnen leiden tot onverwachte resultaten. Jochem, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Dat kan toch helemaal niet? Teamspirit? Nou, jullie zijn 16-jarigen, daar verwacht je dat helemaal niet van. Eigenlijk niet, nee. Hoe komt dat? Ja, ik weet het, voor ik te beschrijven, maar we waren gewoon echt een heel goed elftal. En soms kunnen er wel eens mooie dingen gebeuren. Nou, dit was één van zo'n jaar. Ik had nog nooit zoiets moois meegemaakt. Nog nooit kans gemaakt 2 prijzen in 1 seizoen. En dat is echt uniek. Met de omschrijving beginnen als nonchalante voetbalpuber, klopt dat? Ja, aan het begin van het seizoen klopt dat wel, ja. Iedereen, ja, toen ik bij elkaar geraakt op zoetje een beetje. Ja, naarmate je gaat voetballen, ja, raak je bij elkaar ingespeeld. En op een gegeven moment begonnen we elkaar gewoon steeds beter te vinden. Ging het steeds beter, we accepteerden meer van elkaar. Ja, dat heeft gewoon geleid tot een hoop plezier in het voetbal en natuurlijk tot goede resultaten. René Verzaal, trainer, coach van het zooitje. Mag ik dat zo zeggen? Nee, mag ik niet meer zeggen, want het resulteert in een nominatie tot grote verrassing. Ja. Nou, in het begin was ik eigenlijk heel niet de bedoeling dat ook de jongens ook 2 keer in de week zou gaan trainen. Ik had ook nog elders had ik nog ook verplichtingen. Dus toch op een gegeven moment jongens, ik had zoiets van de jongens willen ervoor gaan. Ik heb met ze gesproken en ik zei, nou, daar ga ik er ook voor. Nou, ik heb echt, moet ik zeggen, een prachtig seizoen met die jongens gehad. Zelfs het sneeuwt er aan je knieën, waren ze er alle 13. Echt bewondering voor die jongens. Het zijn in principe de mindere voetballers. Jongens hadden in de tweede helft al hebben gespeeld. En er kwamen jongens uit de C2, ook jongens uit de C1. Er waren jongens afgevallen uit een B1. En er waren jongens die al in de B2 zaten. Nou, ook al heel verschillende karakters allemaal. Nou, veel praat en af en toe is er best wel een woordje gevallen. Dus, ja. En waarvan de eerste is dat ook gelijk vlooien. Dus ik denk van nou, wat het nou gaat worden. En toch keihard trainen met z'n allen en je ziet het. Ja, dat resulteert dan in een nominatie, Jochem, als jeugdsportploeg van het jaar 2010. Ja, daar had niemand op gerekend. Hoe is de verrassing aangekomen bij jullie? Ja, de verrassing is zeer groot, want ik had zelf eerlijk gezegd nooit zoiets gehoord. En, ik werd gisteren ook geweld door René en die vertelde mij het goede nieuws. Dus ik ben heel zo gek op die website gaan kijken en kijken hoe het nou allemaal in elkaar zat en zo. Ik was wel echt helemaal verrast. Ik wist niet dat het voor amateurvoetballers dat het bestond. De aanvoerder van de ploeg dus verrast. Ja. René, jij is trainer, coach, niet minder, hè? Ik kreeg gewoon kipvel toen het las. Ik moet echt zeggen van, ik heb natuurlijk een prachtige afsluiting met jongens gehad. Zie ook thuis ook kaart gehad van die jongens. René, bedankt voor het seizoen. Ook door middel van de sponsor Albert Heijn, dat hij echt mooie pakjes jongens gehad. Alles geregeld, kampioenschap erbij. Bekerfinale op mijn verjaardag zelfs. Ja. Dus ik moest mijn familie allemaal afzeggen, want ik ging toch met de jongens mee. Kleine anekdote was ook, ik kon kiezen of zou winnen of werd ik kaal geschoren of ik moest hem pakken. Dus ik heb een pak gekozen. Ja, dat hebben we nog op foto staan. Wellicht dat we dat nog op de website laten zien. Maar over pak gesproken, het wordt 1 maart is de bekendmaking van de winnaar van deze prijs. Dus dan is de genomineerde ploeg uitgenodigd om daar ook aanwezig te zijn. Ik heb horen vertellen dat het in gala kostuum moet, Jochem. Ja, ik heb het anders gehoord van René. Ik dacht het gehaald kostuum, maar het leek hem beter om in overal te gaan. In het voetbalhelft tenue te gaan. En dit is wel het mooiste, denk ik. Dat slaat gewoon echt een team uit. En het lijkt me een geschikte outfit. Nou, jij dan wel in het pak, René? De trainingspakken, dat past niet meer, denk ik. Maar ik ben gewoon heel trots op die jongens. En, ik vind het heel mooi dat ze zien er keurig uit in die pakken van de sponsor. Ik denk dat je dan keurig kan verschijnen op die avond. Nou, we gaan het meemaken. En natuurlijk vergat ik helemaal. Maar felicitaties, jongen. Dank u. Dank je wel.